Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op veel plaatsen in Europa is het onstabiel. In het oosten van Europa is de lucht zomers tot tropisch warm. In Polen bijvoorbeeld wordt het 25 tot 30 graden en ontstaan in de loop van de dag flinke buien. Ook in Tsjechië en Oostenrijk is dat het geval. Van het westen uit, boven de Britse eilanden bijvoorbeeld, stroomt koelere lucht Europa in. En wij hebben te maken met een frontensysteem dat vanavond gaat overtrekken. Vandaag werd het 20 tot 23 graden en dat is de normale waarde voor deze julidagen. Vanavond ligt het kwik tussen de 17 en de 19 graden. De buien trekken geleidelijk aan naar Duitsland en van het westen uit klaart het op. Vannacht zijn in opklaringen mistbanken mogelijk en in het noorden koelt het af naar 10 tot 14 graden. Onder de bewolking ligt het kwik rond 15 of 16 graden en in het zuiden is nog kans op een enkele spat regen. De wind neemt geleidelijk aan af. En morgen hebben we een rustige dag. Er zijn wolkenpartijen. Vooral in het noorden komt de zon ook geregeld tevoorschijn en lokaal komt er een enkele bui voor. En het wordt opnieuw 21 tot 23 graden. En ook vrijdag en in het weekend hebben we diezelfde waarde. Verder is het licht wisselvallig met vrijdag veel wind, soms een paar buien, maar ook geregeld zonneschijn. En in het weekend blijft het ook onbestendig. Als we kijken naar de temperatuur voor de komende dagen, dan zien we dat de temperatuur net iets rond de normale waarde schommelt, 21 tot 23 graden. Maar voor volgende week gaat het kwik geleidelijk aan omhoog en krijgen we mogelijk een paar zomerse dagen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.